je vis als het ware op de heuvel, zeg maar, op de golven van de oceaan. Het is een heel bizar gevoel. Het is heel raar, want je gaat met op de golf heen, boven naar beneden en soms is het heel gevaarlijk. Maar je bouwt eigenlijk een relatie met de oceaan. En soms is het boos, zij is boos. En soms is het gewoon aardig. Je moet gewoon mee leven. Dat is eigenlijk het idee met de oceaan. Hoe lang heb je het over gedaan? 68 dagen. 68 dagen. Heb je veel stormen meegemaakt? Ik heb stormen meegemaakt. En ik heb golven van 3-4 meter meegemaakt. Maar de boot is zo ontworpen, er zijn goede ontworpers bij betrokken, dat het blijft stabiel. Je wordt wel misselijk en je wordt ook zeeziek, uiteraard. Maar je went, je went. Het is ook heel warm en je ziet ook de verschillende haaien. En ik zag 3 haaien aan mijn rechterkant, aan mijn rechterkant en 3 aan de linkerkant en 1 voor. In nacht, hè, nacht. Ik zie helemaal niets. Alsof ik fiets in de ruimte. Want die tilt nog weer 30 centimeter de bootvis naar boven, zeg maar, om te laten kantelen. Om 2 uur waren ze weg en kon je slapen.